Hallo iedereen en welkom in de video voor de Noordnode voor de watertekens. En we gaan beginnen met Noordnode in Kreeft of je Noordnode in het vierde huis. Dus Noordnode in Kreeft of je Noordnode in het vierde huis. We gaan dus opnieuw kijken wat is al uitdaging of waar ben je onbewust over voor de maand december. Dan gaan we kijken wat je talent en je kracht is. En nog extra advies of wat er ook dan mag opkomen. Hoepla, daar gingen ze. Zo. En wat krijgen we? Energie met flow, maar ondersteboven. Jullie zijn niet het eerste die die kaart krijgen op die manier. Er zijn er nog. Dan resistance met preparation. En High Priestess Perfection, ik zei. Perception. Hidden powers, reflection of ideas and knowledge. Ja, oké, I get it. Kijk, zie. Flow ligt ondersteboven. Flow is gewoon verbonden met de Hoge Priesteres. Die volgt gewoon naar flow, die volgt die stroom. Dat is typisch de Divine Feminine energie. Maar we zijn er niet. Dat is het doel dat we heen gaan, maar we zijn er nog niet. Waarom niet? Omdat er nog ergens weerstand is. Waar is de weerstand? We gaan eens zien. Ik kan het zo leggen. Waar zit die weerstand? Of wat is hetgeen dat we nog moeten weten? Hetgeen wat ik hoor is dat situaties en ervaringen uit je verleden er hebben voor gezorgd dat je niet volledig vertrouwt om altijd die flow gewoon te volgen en volledig de teugels los te laten en mee te gaan. Dat je nog te veel probeert te gaan controleren als een soort van bescherming. Wat krijgen we nog? Ignite your passion met Kundalini Rising. Ignite your passion for life. Ground your light, let your soul shine. En wat hebben we nog? En light codes, travel awaits you. Dat kan ze ook fysiek letterlijk reizen, maar dan ga je daar waarschijnlijk al van op de hoogte zijn. Het kan ook iets onverwachts zijn. Dat zou ook leuk zijn. Maar als we het hier in dezelfde lijn of het verhaal, de puzzelstukken samenleggen, het is ook heel mooi om te zien dat net drie kaarten kreeg zodat er een mens op staat. En het is gefocust hier op de mind, op je derde oog eigenlijk. Dan heb je hier de manier waarop dat energie doorheen verschillende chakras stroomt. En zeggen ze van het is belangrijk om je energie ook te gronden. Dus je zit ook te veel in die mind. Je zit nog te veel in die controle willen houden, dingen willen begrijpen, dingen willen logisch verklaren. En het is oké om je passie te gaan volgen. Het kan ook zijn dat te maken heeft met tweelingvlammen. Maar ik had daarnet ook de soulmate op de tweelingvlamkaart gezien. Dus het kan ook zijn dat jij een divine feminine bent. Die kijkt, die niet per se kijkt voor je tweelingvlam. Want daar uiteindelijk ging het niet over. Maar dat wel, dat hetgeen is waar je nu tegenaan loopt en waar je nu voor uitgedaagd wordt om op een andere manier in de connectie te staan. Namelijk als een hoge priesteres in verbinding met je passie, met je eigen kern, maar tegelijkertijd, en eigenlijk ook de liefde en onvoorwaardelijke liefde die je voelt voor je tweelingvlam bijvoorbeeld. Dat kan ook voor een project zijn of passen toe zoals het voor jou past. Maar tegelijkertijd in jouw eigen energie blijft staan. En dus je eigen individualiteit ook beschermt. Want heel vaak, en dat zijn dingen die ik beschrijf in de e-boekjes met betrekking tot de tweelingvlammen, dat we in het begin, of naarmate we wat verder komen, kom je op het punt dat je het gevoel hebt dat je wel redelijk in balans bent wanneer het gaat over je eigen leven. Maar wanneer dat dan die tweelingvlam contact neemt of iets zegt of iets doet, dan word je bang, weer getriggerd en dan word je weer helemaal uit balans gehaald. En voel je weer die disbalans. En dat is hetgeen wat we ook te leren hebben, dat we blijven staan, dat we blijven gegrond zijn. Wetende dat iedere keer wanneer dat die tweelingvlam contact maakt,
En eigenlijk is dat een reizen van energie tussen de beide polen. Dat het belangrijk is dat je je eigen polariteit houdt. En tegelijkertijd je eigen energie kan verruimen om energie van de andere pool te ontvangen. Wat is het talent en kracht voor de mensen met Noordnode en Kreeft of Noordnode in het vierde huis? Deze niet hoor ik. Wat was het? Talent en kracht, ja. Hebben we Hals of Amenti Initiation, Secrets Revealed, Treasures Uncovered Initiations. En Ancestral Realm, Karmic Release, Healing the Lineage Boundaries. Kijk, zie hoe mooi dat je die dingen ook weer terug ziet in de verschillende kaarten. Je ziet hier die vlammetjes. Hier als Kundalini, zo helemaal rond elkaar geweven, waar dat hier ook een stuk terugkomt. En dan het paarse, die hier ook weer hier verbonden is. Dus je kracht, je talent, je kracht is begrepen dat er nog veel meer is dan wat je nu op dat moment kan zien. Je hebt hier ook twee pilaren. Eén is in het licht, ander is in het donker. En dat is ook met opzet. Maar je hebt altijd de keuze om het pad van essentiële lessen te leren via licht en liefde of via angst en de donkere energie, de zwaardere energie. Dat toont ook de polariteit van yin en yang. Ook de polariteit van plus en min. Divine masculine, divine feminine. En dat zie je dan uiteindelijk dat dat hier samenkomt en één vlam wordt. Oh, ik had het te hoog gelegd. Dus het is belangrijk om enerzijds je grenzen aan te houden. En anderzijds te vertrouwen dat al de informatie die je moet weten om verder op je pad te komen, dat die te gepaste tijden aan jou zal verschijnen. En ik heb het vaak meermaals gemerkt dat ik vanuit controle dingen aan het opzoeken was en aan het googlen was en ik vond niets. En dan op een bepaald moment dan hoorde ik iets, doe dit. En dan dacht ik van nee, dat wil ik niet, dat wil ik niet. En dan uiteindelijk heb ik het toch gedaan en kwam ik bij informatie terecht dat ik eigenlijk maanden terug al probeerde te gaan zoeken. Dus ook daarin is het belangrijk om te leren los te laten en te vertrouwen op de dingen die tot jou komen. En dan gaan we zien waar dat het extra advies nog is voor jullie. Extra advies. Extra advies voor Kreeft, Noordnode Kreeft of vierde huis. We hebben een tall tale and quieten the mind. Ja. Het advies is van wees gewoon bewust welke verhalen je jezelf vertelt. Je hebt de kracht om vanuit jouw sterrenafkomst, vanuit jouw diepste essentie, jouw wereld gewoon warm te geven als een hoge priesteres, als een divine feminine, als een tweelingblam, als een empress, maakt niet uit hoe je jezelf noemt. Maar het is belangrijk dat jij, het mooie daarin is, hier zie je, ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar dat is een blauwe roos. En de blauwe roos staat symbool voor onvoorwaardelijke liefde. En we hebben het daar net al over gehad, over onvoorwaardelijke liefde. Dat ga je dan ook weer overvloed brengen. Maar het is belangrijk dat je heel bewust bent van wat is hetgeen dat ik mezelf vertel. Wat is hetgeen dat ik hier te doen heb? Wat zijn de dingen dat ik mag veranderen? Waar ben ik niet trouw aan mezelf? Waar zet ik mezelf nog te veel aan de kant uit angst om bijvoorbeeld de tweelingvlamconnectie te verliezen? Of de angst om een kans op onvoorwaardelijke liefde te ontvangen te verliezen? Er zijn zoveel dingen waar we vanuit onze mind ons op een onbewuste manier saboteren en tegenhouden. En dat is het belangrijkste stuk dat we te doen hebben in het bewustwordingsproces en onze ascensie. Onze mind volledig openbreken. En dat is hetgeen wat je in december, juli,
nog veel meer kansen gaat over of voor krijgen. Ik wens je vast heel veel succes, heel veel liefde en dat alle mogelijkheden voor jullie mogen open zijn. Oké, de volgende zijn de schorpioenen. Dus noordnode in schorpioen of noordnode in het achtste huis. Dat is jullie boodschap. We gaan kijken wat is jullie uitdaging en wat ben je onbewust over dat in december zou kunnen gebeuren. Dan krijgen we harmonie met bridges en joy. Joy to the world. Mijn kinderen zijn al heel tijd kerstliedjes aan het zingen. En ik ben nog totaal niet in de kerstsfeer, maar kom. Oké, we gaan zien waar gaat deze over. Harmonie. Nieuw begin misschien. Oké, mijn soul fragments, balance will be restored en galactic healer, move forward with an open mind. Hetgeen dat hier opvallend is, is dat de manier waarop dat deze kaart hier precies energie, dus dat vuur dat hier zit, hier vanuit het derde oog bijna naar buiten spat. En dat zie je hier ook allerlei dingen gebeuren in die in het bovenste chakra's eigenlijk. Derde oog, kroonchakra en dan nog hoger. En de boodschap gaat over je open mind, harmonie. Harmonie tussen zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Oké. Jullie zijn eigenlijk de eerste waarin dat ik niet zo helemaal duidelijk. En misschien is dat ook wel de boodschap dat, dat je zal moeten leren balans vinden in het niet weten. Laten we zien, wat krijgen we? Ja, Hanged Man, de doodskaart of de ding. En de zeven van munten met de onderkant de Queen of Swords omgekeerd. En ja, Emperor. Dus ja, het gaat er echt over van dat je gevraagd wordt om los te breken van oude systemen. Zoals je ze altijd gekend hebt. Om op een andere manier naar je leven te kijken. En om van daaruit dan te zien hoe dat leven, het leven, hoe dat manifesteren, hoe dat echt manifesteren en dingen ontvangen, hoe dat eigenlijk allemaal op zijn werk, op zijn manier gaat, hoe dat werkt, hoe dat je balans kan houden tussen geven en nemen. Maar vooral vanuit de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Want dit is een mannelijke figuur en deze heeft veel meer die vrouwelijke energie in zich. Oké, ik ga deze even weer weg doen. Maar zien. Oké, ik dacht dat hij even niet meer aan het filmen was. Hier. Wat is jullie talent en je kracht? Crystal Skull, Wisdom, Clarity. Zie, het gaat over helderheid. Het gaat over dingen die niet duidelijk zijn. Divine Healing, High Vibrational Energy. Het gaat ook over healing. Ik denk dat ik het snap. Ja. Want kijk, paars, paars, paars. Dat is echt de kleur van healing, van transmutatie. Dit is Star Gathering, Stars Aligned, Remembering Home, Soul Family. Fulfilling Soul Contrast, Remembering Who You Are. En dus daar gaat het over dat je ook die balans moet houden. Oké, we zijn een energie. Ja, we zijn afkomstig van andere sterren. Ja, we hebben verbindenissen met andere, zoals bijvoorbeeld Arturio of Pleiaden of Orion of Sirius. Maakt niet uit. Het belangrijkste is dat je moet stoppen met al die dingen in het nu te brengen. Al die dingen die je daar geleerd hebt, al die dingen die je daar, dat maakt dat je jij bent, moeten in dit leven geïntegreerd worden. En niet herinnerd worden of herleefd worden.
Het is niet de bedoeling dat jij nu als een Arcturische healer bijvoorbeeld hier volledig vanuit die essentie jouw leven vormgeeft. Want dan ga je een heel belangrijk deel van wie dat jij bent niet erkennen en ga je eigenlijk de bal misschieten, naast het doel schieten. Dus ja, het is goed dat je al die dingen herinnert, maar het is nog veel beter om die healing daarin ook in los te laten. Want wat ik ook hoor is dat er ook heel veel verdriet is rond die stukken. Verdriet rond, misschien zelfs terug wil ik terugkeren naar de sterren, terugkeren naar je home. Maar je bent hier met een belangrijk doel. En dat doel hier neerzetten en je lichaam verder uitzuiveren, zodanig dat jij ook een kristalline lichaam krijgt, dat zal jou vooruit helpen. En dat zal er ook voor zorgen dat je veel meer helderheid krijgt over je pad, veel makkelijker de balans kan houden. En uiteindelijk dan, als je daar zo voor kiezen, of als dat inderdaad een deel is van je zielscontract, om van dienst te zijn op een of andere manier. Maar alles begint dus in jezelf. Wat ik ook hoor, is dat belangrijk is dat je toestemming heeft voor healing en voor hulp van jouw sterrenfamilie en je zielsfamilie om tussen te komen in jouw leven nu. Zolang dat je niet expliciet die toestemming geeft, dan kunnen en mogen zij niet tussenkomen, mogen zij niks doen. Dus leer meer werken met de universele vlammen om je eigen leven te transformeren en te versnellen. Niet in de zin van dat de tijd sneller gaat, maar wel de processen sneller gaan. Maar wat ik mee wil zeggen, alles wat we transformeren met de vlammen zijn instant getransformeerd. Maar de uitwerking daarvan in het fysieke vraagt soms een paar uur, weken, sommige maanden. En het is dat stuk dat je kan gaan versnellen. En dan extra advies nog voor jullie. Ja, extra advies voor de schorpioen, noordnoden, schorpioen, noordnoden, achtste huis. Oké, alleen de bovenste werk. Dan hebben we de Roses Kiss en Divine Matrix. Ja. Wanneer dat jij in staat gaat zijn om jezelf te vergeven, om je leven zoals dat nu is te aanvaarden en te omarmen zoals dat is, dan ga je merken dat de healing gaat plaatsmaken voor de roze vlam, dus het paarse. Paars gouden, dat te maken heeft met opstanding, maar dat te maken heeft met, als je meer naar het violette gaat, meer met transmutatie, gaat veranderen in de roze vlam. De roze vlam is verbonden met de kosmische liefde. En uiteindelijk gaat dat dan plaatsmaken, zodanig dat je in plaats van de 3D-matrix je leven vormgeeft, dat je eindelijk terechtkomt in de Divine Matrix, waarin dat je gaat merken dat wanneer dat je dingen vraagt, dat je ook gestuurd en geleid en beschermd wordt door je team, 44, en dat je in dat nieuw begin kan stappen. En meer in een harmonie, een meer harmonieuze leven. Harmonieus leven en eenheid. Eenheid tussen je mannelijke en vrouwelijke energie. Eenheid tussen je hoofd en je hart. Eenheid tussen je hogere en je lagere zelf. Oké. Ik wens je alvast heel veel succes. En ik zou zeggen, als je hulp of ondersteuning nodig hebt, dan weet je mij altijd te vinden. En als laatste van de vistekens. Van de watertekens hebben we vis. Dus als je noordnoden in vis hebt, of je hebt noordnoden in je 12e huis, dan is dit je boodschap over voor de maand december. Over wat is jouw uitdaging, of waar ben je onbewust over. Dan gaan we ook kijken van wat is je talent en je kracht. En nog extra advies. We hebben de Hanged Man met Crossroads. Transition, Turning Points en Decisions. Maar geen paniek. Ik voel dat dit een positieve verandering is. Eigenlijk elke verandering is positief.
Elke redirection is a protection. Elke delay is a protection. We willen nog Living Light Energy. Dat is een kaart die helemaal naar boven komt. Emotional challenges resolve the issue. En we hebben nog Open Intuition Seek a Clarification. Ik ga het een beetje opschuiven of over elkaar leggen. Oké. Dus de grootste uitdaging. En waar je misschien al dan niet onbewust over bent, zijn, zoals je ziet, emotionele uitdagingen. Waarom? Omdat je op een andere manier mag gaan kijken naar veranderingen, naar je leven, naar de realiteit. En waar dat je tot nu toe hebt antwoorden gezocht, uitleg hebt gezocht, logische verklaringen hebt gezocht, om een uitweg te bieden aan de emoties die vaak heel overweldigend zijn en waar je het liefst vanaf wilt zijn, wilt zo snel als mogelijk wilt transformeren, wordt er jou gevraagd om er eventjes mee te zitten. Je ziet die persoon hier is aan het huilen en die vangt zijn tranen op. En dat vormt precies een meer van gouden tranen. En dan zie je hier, de persoon houdt zijn handen open en er staan twee ogen op de handen. Dus wat ik heel hard voel is dat je, waar je nu heel veel weerstand en frustraties hebt rond emoties en rond die emotionele energie dat je ervaart. En dat heeft ook te maken met vissen. Vissen zijn sowieso waterteken. We hebben allemaal water in ons. We hebben allemaal emoties. Maar het probleem is dat we ze op een verkeerde manier gaan gebruiken. En de emoties gaan laten beslissen welke richting dat we uitgaan. En als je dat nu mee voorgeschoteld wordt, gevraagd wordt, de kans krijgt om het op een andere manier te gaan doen. En om ook de schoonheid in je emoties te gaan zien. En om telkens de verbinding en de reflectie te maken om naar binnen te gaan en te gaan voelen. Van oké, dank u wel voor deze emotie, dank u wel. En zoals wat ik het de afgelopen dagen doe, dan elke ochtend word ik wakker en voel ik instant heel veel frustratie, heel veel stress in mijn lijf, in mijn lichaam. En ik weet dat het niet van mij is. Maar natuurlijk, wat doe je ermee? Als er is, dan is het er voor een reden. En het gevoel was alsof er elk moment iets heel ergs kon gebeuren, heel ernstig kon gebeuren. En ik vermoed dat dat ook iets is die gewoon in het collectief leeft, gezien de nieuwsberichten die dagelijks op mijn gsm verschijnen, ook al wil ik die niet zien. Maar ik volg het omdat het mij helpt te begrijpen wat dat ik soms ervaar en niet altijd weet van waar dat vandaan komt. Dus dat is de enige reden waarom ik af en toe door geen nieuwsberichten scroll. Om te kijken wat er leeft in het collectief. Om te kijken waar dat, de angsten van mensen gevoed worden. Uit puur geldgewin. En dat is hetgeen wat jij zelf voor jezelf ook moet doen. Om heel bewust om te gaan met wat is hetgeen dat ik ervaar. Wat voel ik. En op welke manier kan ik daar een gepaste oplossing voor bieden? En dus dat vraagt dan ook weer de eenheid tussen je mannelijke en vrouwelijke energie. Maar ook de verbinding met je hogere zelf, afstemming met je ziel. Om te weten wat dat de juiste weg is om te bewandelen. Wat is jouw talent en jouw kracht in deze situatie? Om met deze uitdaging om te gaan. Venusian Collective Council. En we staan Star Being Guides. Answer the call, time to shine. Ja, vraag hulp aan jouw team. Venusian is ook weer verband met die liefde.
Dan zien we dat er als het is. Earth Start Activation met Anchoring Grounded Action Isis Energy. Pleiaden, ik heb niks over gezegd net. En even, dat was bij de vorige. Pleiaden Activation, Coming Together, Harmony and Heaven's Resolution. Dus je wordt ook bijgestaan door je hogere zelf, door je sterrenfamilie. Dus je hogere zelf, je sterrenfamilie, je galactische familie, of wat je het ook wil noemen. Je zielsfamilie. En de centrale zon, Abundance, Downloads, Regeneration, Success. Maar die lag ondersteboven. Dus, jouw talent is eigenlijk gewoon wie dat je bent van nature uit. Dus wat dat jouw kern eigenlijk is. Je kern voor heel veel gaat zijn van ofwel van Venus ofwel van de Pleiaden. En uiteindelijk maakt het ook niet uit of je dat weet of niet. Je hebt er minstens één leven gehad, één incarnatie gehad. En dus de connecties die je daar toen gelegd hebt, die zijn hier nu van toepassing. Die worden hier nu geankerd, gegrond. Sommigen hebben misschien ook verbintenissen of weet van vorige levens in Egypte of op een of andere manier verbonden met de energie van Isis. Maar het belangrijkste dat je moet weten, want ik zie ook weer de kleurreferenties. Het belangrijkste dat je moet weten is dat het doel hierin is om jouw kern naar buiten te laten komen. Jouw kern te laten stralen. Zie je ook? Die kern straalt naar buiten toe. En hier ook de zon. En dus wanneer je in eenheid bent, dan word je eigenlijk die diamanten in de rivier, die je hier zo wat kan zien. En dan straal je dat uit naar anderen toe. Dan hebben mensen zoiets van, ja, wat is die glow? Wat is die ziet altijd zo goed uit. Die is altijd... Ik weet niet meer wat dat is met dat mens. Dat is dat. Dus dat is jouw kracht. En ik heb al het gevoel dat doorheen de uitdagingen en obstakels in dit aardse leven, dat je bent beginnen twijfelen daaraan. Dat je, of misschien er zelfs niet bewust van was tot nu toe. Of tot voor heel kort. En dus je mag vertrouwen en je mag zelfs verwachten dat hoe meer dat je op een andere manier in je leven gaat staan en alles gaat omarmen als een onderdeel van jezelf. Dus dat wilde ook zeggen, de jakkie momenten, de momenten waarop dat je depressief voelt, de momenten waarop dat je angstig bent, de momenten waarop dat je twijfelt aan alles. De momenten waarop dat je het gevoel hebt van, oh shit, ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Wanneer je alles integreert als wie dat jij bent, als die ziel die hier met die kennis en ervaring hier nu rondloopt, dan ga je zien dat het leven voor jou veel meer gaat gaan stromen. En dat ook gaat weer spiegeld worden in je overvloed. Dan ga je ook gaan verjongen. Jonger gaan uitzien, gezonder worden. En al die andere leuke neveneffecten van ascensie. Want uiteindelijk gaat alles over energie. En heeft alles ook te maken met magnetisme. Oké. Dit is extra advies. Earth Magic. Ja. Dat is weer hetzelfde. Oké, je bent van de sterren afkomstig, maar je bent nu hier op aarde. Dus je bent hier met de reden gekomen. En door het feit dat die... Ik ga ervan uit dat het een vrouw is, maar dus die persoon de voeten enkel maar aanraakt met de tenen, doet me denken aan iets wat ik zelf ook heel vaak gedaan heb. Het moment dat ik me niet goed voelde, me niet veilig voelde hier in deze fysieke incarnatie, dan liep ik ook altijd op de zijkant van mijn voeten of zo, hè, op de zijkant of op mijn tippen, op mijn tenen. En wanneer dat je voeten goed grond en plat zet en goed contact maakt met de aarde, dan heb je ook die verbinding. En dan kan je eigenlijk je sterrenafkomsten laten doorstralen in de aarde om op een goede manier ook en op een positieve manier invloed te hebben. Dan zie je ook die energie die hier zit, zie je ook die energie hier weer en dat is ook die zonenergie. En we zien shining through. Dus dat is jouw advies. Laat jouw sterrenafkomst, laat jouw heelheid, laat jouw diepste essentie doorstralen. Ja, en als dat soms is dat je overemotioneel bent en begint te wenen zoals bij tekenfilms, zoals dat ik vaak doe. Ja, so be it. Dat is een manier van generositeit en een soort van ook herkenning. Want uiteindelijk een tekenfilm of een film of iets in het echt leven voor je ziel is dan wat hetzelfde. Je ziel herkent die dingen. En roep die emoties op vanuit andere levens, vanuit andere ervaringen. Dus erken gewoon die emoties. Laat ze er gewoon zijn, dat is wie dat je bent. Voel je daar niet schuldig over. Voel,
Laat al die emoties waarin dat ganse bagage is door anderen, door maatschappijen, door overtuiging dat ze zelfs niet meer weten van waar dat vandaan komt, laat die gewoon allemaal van je schouders af. Laat die gewoon van je schouders afvallen. Dat is geen ballast en geen rugzak dat jij hoeft te dragen. Voilà, ik ga het hier belaten. Als je hulp of ondersteuning nodig hebt, stuur me gerust een mailtje of een berichtje. En dan spreek ik jullie in de volgende video. Dag!